Hallo kijkers van hier, ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met een nieuwe minigame. En zoals je al ziet, doe ik eens een keer weer Smash Heroes. Ik heb het al een tijdje niet meer gespeeld, dus ik weet niet hoe goed ik het ga doen. Nou, ik kom natuurlijk nog wel redelijk goed. Maar dat gaan we vanzelf wel zien. Oké, kom eens hier. Zo, top. Oké, dit is even. Deze van. Oh ja, wat moet ik ook weer doen? Maar dit is ook altijd zo van. Wat moet je ook weer doen, precies? Maar ja, ik weet het wel weer. Nou ja, zodra ik gewoon win. Er zijn nog maar 2 heldere spelers over. Dat scheelt in ieder geval heel erg. En ik speel ook altijd heel graag met Tin Man. De kit die ik dus nu gebruik. Want die vind ik gewoon fijn en daar heb ik ook heel vaak eerder mee gespeeld. Want ik vind die special aanval ook best wel nice met die missiles. Oké, waar is die gozer? Oh, ik heb volgens mij nog alle kills. Ik ben zelf nog niet eens 1 keer dood gegaan, dus dat is positief. Hoppakee. Oeh, al dat gepink en damage krijgen, dat is. Oh, fuck. Auw. Grip. Maar ik heb nog wel de meeste levens van iedereen. Nog. Maar volgens mij wordt dit spel ook niet echt vaak meer gespeeld. Want het is ook niet echt zo populair meer volgens mij. Maar ja, altijd nog wel leuk om te doen. Ah, oh, die General Cluck, die special ability vind ik ook best wel annoying af en toe. Maar ze zitten gelukkig niet allemaal achter mij aan. Ah, fuck. Zo. Ja. Hier probeer ik altijd dekking voor te zoeken. Want die kun je gewoon heel makkelijk ontwijken door gewoon achter een muur te staan of iets dergelijks. Of ergens onder te staan waardoor die missiles je niet kunnen raken. Maar dat weten hun in ieder geval niet. Dat is positief. Oh, het is echt allemaal mij tegen. Of hem. Ik tegen hem. Goed Nederlands. Hoppakee. Nog 1 keertje killen. En dan heb ik sowieso gewonnen. Hoppakee.
Maar zo'n match die kan eigenlijk ook best wel lang duren, maar dat ligt er een beetje aan van hoe lang het duurt. Ja, nice try. Ik weet wat ik daar tegen moet doen. En ik vind die extra jump boost ook best wel chill van die Tin Man. Want volgens mij heb ik bij Tin Man level 15 of zo. Daar heb ik ook nog een keer extra levens erbij gekregen. Van omdat ik een level 10 had. En dan kun je hem ook daarna weer upgraden. Ik weet het niet precies. Maar kan ik zo nou wel even zien. In de lobby. Ja, nu weet je mijn tactiek. Zo. Gaat echt wel dood. Ik ben echt één keer dood gegaan. That's it. Nou, dat was easy. Ik heb volgens mij echt bijna elke kill die er mogelijk was, heb ik gekregen. Dus, nou, ik ga nu nog eventjes naar de lobby toe. Even kijken hoe dat nou met mijn kit zit. En hoe dat nou met mijn leven zit. Want volgens mij krijg ik iets van 102 levens... nadat ik een bepaald level heb. Want ik heb, zoals je kunt zien, deze kids die allemaal groen staan, die heb ik. En wie rood staan, die moet ik nog een keer lokken. Behalve Tim en die heb ik sowieso. En even kijken. Prestige. Elpoes. Ja, dan heb ik deze keer gehaald. Daar moest ik voor zijn Tin Man level 10. En dat heb ik dus nu ook gehaald. En nou ja, die levelt gewoon vanzelf. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef like en op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.